zit al die lange dus. Oh, jok. Vogeltje. Voilà. Dat is de gilzige poes en die heeft er een middagdutje gedaan. En die komt buiten, het is een goed weertje. En die poes die denkt, ik zou nog wel eens iets willen eten. En die hoort ook dat vogeltje. En die zegt, ik ga een plannetje bedenken. Ik ga over deze weg naar de achterkant van de boom. Ik kruip langs achter in die boom op een tak. Dat vogeltje ga je mij niet zien. En als ik dicht genoeg bij het vogeltje ben, woeps, nam nam nam. Dat denkt de poes. Dat is het plannetje. Je mag de gijs even aanwijzen. En wat gebeurt er met de poes? Plons in het water. En zo zie je hè, dat als je gulzig bent, hè, zoals die poes, dat je soms niks hebt. Hè. Zo zijn er ook kindjes die soms een boterham met choco en met kaas en met een stukje vlees. Mama mag dan nog confituur bij. En dan heb je soms buikpijn en ja, dan gebeurt het. Dan denk je soms niks hebt. Hè. Er ligt een lotus. Een lotus in het water. Recht voorop, aan de linkse kant. Ja, ja, zo verhalenverteller in. En dan zit ook nog met een bever op. Ja.
Ik kom hier zijn huis. Ben je leuk, hè? Oké. Allee, dan kunnen we verder wandelen. Ja. Nu? Ja, Diablo. Thank you.